Sengül is geboren in Nuremberg. Nog voor ze 18 wordt, zoeken haar ouders een echtgenoot voor haar in Turkije. Razit, een ver familielid, komt naar Duitsland en mishandelt zijn vrouw vijf jaar lang. Uit het huwelijk is een dochter geboren. Sengül slaagt er niet in haar middelbare schooldiploma te halen en wordt kapster volgens de wens van haar vader. Maar zij zet haar opleiding voort en werkt als personeelsmanager en voor een belastingconsulent. Haar man wordt nog jaloerser en slaat haar en hun dochter. Sengul vlucht verschillende keren naar een vrouwenopvang. Sengul wil scheiden vanwege de gewelddadige uitspattingen. Rasit slaat haar in elkaar op straat voor het kantoor van de advocaat. Daarna vlucht hij naar Turkije. Daar krijgt hij van zijn familie een pistool. Op 7 augustus 1997 bestormt Rasit de flat van Senguls ouders. Hij schiet op zijn dochter, zijn vrouw, zijn schoonzus en zijn schoonvader. De laatste slaagt erin hem met een bijl te verjagen. Razit pleegt daarna zelfmoord. Als gevolg van de mishandeling blijft Zengul's dochter lichamelijk en geestelijk gehandicapt. Later trouwt Zengul opnieuw en krijgt een zoon. De student Zeitung schrijft dat ze nu rechten wil gaan studeren. In 2011 verschijnt haar autobiografie Le en Herz. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek Eerwaak.